welkom bij een nieuwe aflevering van de top 10. Vandaag is het de top 10 rijkste mensen. Let's go! En op nummer 10 bestaat Jim Walton met 42 miljard. Dat is echt ziek veel. En trouwens, ik doe even dit werk uit. Twee miljard is nu al veel. Dat is echt niet genoeg. Echt gewoon niet gezond. Wat zou je kunnen doen met 42 miljard? Een Lamborghini kopen. Een supergrote villa. Een dorp. Holy shit. Dat is veel gek. Oké, we gaan nu weer verder naar nummer 9. En dan zijn we nu bij nummer 9. Dat is Christy Walton. Dat is trouwens de broer van Jim Walton. Die heeft 42,8 miljard. Ja, dat is eigenlijk niet gezond. Als je dat bij elkaar optelt, die broers, dan heb je 84,8 miljard. Dan heb je 0,1 miljard minder dan de nummer 1. Wauw. Let's go naar nummer 8. Zijn we nu bij nummer 8. En dat is Ingif Kamper. Die heeft 43,9 miljoen. Miljard. Ja, dat is ook gewoon superveel. Ja. Als ik dat had, dan had ik nu al superveel lampiers aan. Nu moet ik het doen met één lullig lampje. En deze hier. Om licht te krijgen. Dan heb ik gewoon geen licht. Ja, laten we maar doorgaan naar de nummer 7. Aanbeland bij nummer 7. Dat is Larry Ellison met 46,8 miljard. Dat is echt superveel. En waarom ligt hier een stift? Die stift lag hier niet en ik had geen kanaal gestart als ik dat geld niet had. Als ik dat geld had. Dus. Gaan we over naar nummer 6. Toch? Ja. En dan wordt het eigenlijk de nummer 5 en 6. Gedeeld door twee broers. Dat zijn Charles en David Koch. Hebben allebei 49,6 miljard. Jezus. Dat is meer dan nummer 1. Stel nou, er gaat één dood. En die andere krijgt de erfenis. Dan is die andere toch fijn even de rijkste meneer op aarde. Ja. Ik weet nog niet of meneer rond zijn. Dan legt alleen maar meneer. Meneer. Let's go naar nummer 5. Of nee, naar nummer 4. Want 5 en 6 zijn Charles en David Koch met hetzelfde aantal. Let's go. Nummer 4 is Amancio Ortega. Die heeft 58,4 miljard. Dat is gewoon meer dan de helft als van 100 miljard. Dat is veel. Heel veel. Echt heel veel. Gaan we nu naar nummer 3 is Carlos Slim. Hij is nou heel slim, anders heeft hij dit geld. En 71,5 miljard. Wacht, dan kan je meer dan, en wachten, ja, dan kan je meer dan 300.000 van deze shirt of zo kopen. Ja, je wacht, dus ga ik ook gewoon nu aantrekken ook. Let's go. Yeah. Oké, laten we over naar gaan naar nummer 2. Gaan we dan bij de nummer 2. En dat is Warren Buffett.
En die heeft altijd een heel lekker buffet. Crunch. Hij heeft 73 miljard. Dat is meer. Dan kan je meer van deze shirtjes kopen. En misschien zelf nog een paar. Van. Oh, deze shirtjes kopen. Op naar de nummer uno. Aanbeland bij nummer 1. En deze is heel erg bekend voor mij, want ik kende hem al. Want ik zit op school. En dan kijk je naar het journaal. Dus logisch. Ja. En daar kwam hij in voor, want er was een kind. Ik kan een vraag stellen aan Bill Gates. En toen zei ze ook van dat Bill Gates, de rijkste man, was in heel de aarde. En hij heeft 84,9 miljard. Nee, ik ga niet nog een shirt pakken. Eigenlijk wel. Gewoon het broekje. Oh. Het broekje. Ja. Is cool. Super cool. Is trouwens het langste deel. Of zo. Doei. Of zo. En dat was hem dan alweer. De top 10 rijkste mensen ter wereld. Vond je hem leuk? Abonneer, reageer en like. Ja, abonneer ook op een vriend van mij, die heet Plevielle. Ja. Ja, tot over 2 dagen denk ik dan maar. Doei!